En dan op computers, laptops, tablets en telefoons. Overal gaan we online. En het internet gebruikt dan ook steeds meer energie. Met de huidige elektronica loopt de boel onvermijdelijk een keer vast. Maar de oplossing is in zicht. De TU Eindhoven is wereldwijd voorloper op het gebied van fotonica. Chips die werken met licht in plaats van elektriciteit. En dat moet de redding worden van ons wereldwijde net. Nou, dit is hem. Dit is een fotonische chip. Deze gaat de revolutie teweeg brengen in datacommunicatie. De huidige datacommunicatie die loopt tegen problemen aan. Dus de datastromen op dit moment die verdubbelen ieder jaar. En als we zo doorgaan, dan is er niet genoeg capaciteit, niet genoeg bandbreedte voor de toekomstige internet. En deze chip die kan daar een oplossing voor bieden. Als je kijkt naar de essentie van fotonica, waar het om gaat, is precies wat we hier laten zien. Het licht, wat door een laser wordt opgewekt. En dat licht dat bestaat, net als elektriciteit, eigenlijk uit kleine deeltjes. En die kleine deeltjes, dat zijn fotonen. Het wereldwijde internet verbruikt steeds meer energie. Elk jaar verdubbelt de hoeveelheid data die we versturen. Google, e-mail, Facebook. Met de huidige elektronica loopt alles binnenkort piepend en krakend vast. De TU Eindhoven is voorloper op het gebied van fotonica. De redding voor het internet. Supersnel en het gebruikt nauwelijks energie. Het huidige dataverkeer met de huidige technologie gebruikt al 3% van de totale opgewekte energie per jaar. Met de toename in het dataverkeer van bijna een factor 2 per jaar, betekent dat je binnen de grote 6 jaar bijna alle opgewekte energie, elektrische energie, nodig gaat hebben om alleen maar het dataverkeer overeind te houden. En dat gaat natuurlijk niet lukken. Alle energie? Alle opgewekte elektrische energie. Hoe klein zijn de verbindingen op dat chipje? Ja, die verbindingen op de chip die zijn kleiner dan een tiende van een haar. Dus die zijn echt heel erg klein. Dus je kunt je voorstellen dat een klein stofje de werking van die chip zodanig verstoort dat er niks meer doet. Dus we moeten echt heel schoon werken. Dit hele laboratorium is een soort chipsbakkerij. Hè? Waarom is dit in het gele licht? Nou, dit gele licht is omdat we met foto of met lichtgevoelige lagen werken, lichtgevoelige materialen. En als we dat in wit licht zouden doen, zou het hele proces verstoord worden. Het gloednieuwe Fotonisch Instituut van de Universiteit Eindhoven is uniek en trekt studenten van over de hele wereld. Right now we have all our electronic components like your smartphones, laptops or everything that you use that use electronic chips. We are going to make that in optics, which means they are going to be faster and we can be made them smaller. Wat je op mijn vinger ziet is een fotonische chip die ongeveer 10 keer zo krachtig is dan deze elektronica die hier voor me ligt. En hoeveel energie verbruikt hij dan? Nou, deze is in principe gebruikt geen energie. En deze elektronica die gebruikt heel veel energie. Dus het is een oplossing voor energiezuiniger datacommunicatie. De revolutionaire techniek die de TU Eindhoven heeft ontwikkeld wordt ook al toegepast door het bedrijfsleven. Deze chip bijvoorbeeld vervangt in zijn eentje op korte termijn grote gsm-masten. Dat is omdat we allemaal heel hongerig zijn om dingen te delen, te communiceren. Video, foto's inmiddels, wordt steeds meer. Er is steeds meer data die we met elkaar willen delen en daar komt geen einde aan. Dus daar moet een oplossing komen om dat op te vangen. Het probleem zit hem niet in het glasvezelnet. Dat heeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Alle informatie die we met elkaar communiceren, die gaat door dit kabeltje. Glasvezelkabel. En dit is een glasvezelkabel. En de hoeveelheid informatie die door dit draadje kan, kun je je voorstellen als je de ene helft van de wereld met de andere helft zou laten, als je de wereld zou doorsnijden, de ene helft met de andere zou laten communiceren. Alle informatie die we met elkaar uitwisselen, kan door dit draadje. Dit kleine draadje? Door dit kleine draadje. En waar loopt het dan straks vast? Dus niet in deze communicatie, dit gaat al met licht. Het loopt vast in die datacentra, waar we die informatie nog elektronisch moeten verwerken. En het is die elektronische verwerking die de bottleneck vormt. Straks kan dus met veel minder energie veel meer informatie worden doorgegeven. Een van de grondleggers van de fotonenchip, Mijn Smits, legt uit hoe het technisch werkt. Ja, u ziet dat chipje hier liggen. Het is een chipje van 5 bij 5 mm en hier vergroot. Er zit hier een laser op die hele
snelle pulsjes kan genereren en die in een razend tempo de signaaltjes die hier binnenkomen op deze elektrische contacten om kan zetten in licht. En dat gaat er via deze golfgeleider, wordt dat in de glasvezel gekoppeld en kan razendsnel worden getransporteerd. Het gloednieuwe Fotoninstituut van de TU Eindhoven is volgens directeur Baks ook economisch van groot belang. Vergelijk het met de microelektronica. Die fotonica die gaat net zo belangrijk worden als die microelektronica. En de markt voor microelektronica op dit moment is 3000 miljard euro per jaar. Die fotonica gaat dat de komende decennia ook halen. En met de hotspot die we in de wereld willen zijn, ga je dus heel veel van die bedrijvigheid naar Nederland kunnen trekken. Ja, mooi verhaal.